Mijn naam is Sjoerd van Bilzen. Ik leg een vergrootglas op eigenaardigheden van specifieke modellen. Of praat u bij over bijzondere items op een auto. Welkom bij een nieuwe aflevering van Sjoerds Weetjes. Ja, een Volvo S90 en nog een Volvo S90. Met slechts een heel klein, maar toch groot verschil. Als je dan naar die auto kijkt, dan valt het al in één oogopslag valt op dat deze een raamomlijsting heeft van chroom. Maar dat heeft die andere ook. Hij heeft alleen die middensectie op de B-stijl, heeft hij ook van die glanzende panelen zitten. Net zoals hier op die achterste deurstijl. En dat is kenmerkend voor dit exemplaar. En wat is dit exemplaar dan? Dit is de Volvo S90L Excellence. En wat is dan het verschil met een normale S90? Die L in die typebenaming, dat staat voor 12 centimeter extra lengte. En die 12 centimeter extra lengte, die komt dan terug hier op de achterbank. Portier, 12 centimeter verlengd, wielbaas, 12 centimeter verlengd. En dat betekent dus dat je achterin meer beenruimte hebt. En deze auto is eigenlijk oorspronkelijk bedacht voor de Chinese markt, waar ze die reguliere S90 met een lengte van 4,96 meter, bijna 5 meter, dat ze dat dan een beetje aan de kleine kant vinden. Vandaar dat die versie voor de Chinese markt maar liefst 12 centimeter langer is gemaakt. Ja, niet omdat die Chinezen zo lang zijn, nee, gewoon omdat die Chinezen die auto's gebruiken als gezinsauto. De gezinssamenstelling daar wonen vaak, heb je vader, moeder, met één kind. Maar de ouders die wonen vaak ook nog bij de kinderen in. Auto wordt gebruikt als gezinsauto. En bovendien, daar is status nogal een gevoelig topic. Ze willen altijd de langere auto hebben. Eén maatje langer dan die van de buurman. Maar toen dachten ze bij Volvo, ja, als ze die auto dan toch bouwen, specifiek voor die Chinese markt, dan zouden we hem eigenlijk ook op de trein richting Europa kunnen zetten. En zo voegde Volvo in 2018 die Volvo S90L Excellence aan het Europese verkoopprogramma toe. Ja, en in Nederland dacht de importeur, nou, daar kunnen we misschien wel op een jaarbasis een stuk of 25 van verkopen. Onder andere aan de overheid, aan chauffeursdiensten, maar ook aan bijvoorbeeld gemeentes die dan een burgemeester hebben die dan rechts achterin gaat zitten met de chauffeur voorin, zodat de burgemeester of de gemeenteambtenaar gewoon achterin kan werken. Ja, maar dat pakte toch net iets anders uit. In Nederland, verkoopdoelstelling 25 stuks, werden er slechts 6 verkocht. En dat verklaarde waarom deze auto slechts 1 jaar op de prijslijst van de Volvo S90 heeft gestaan. Na 1 jaar, 2019, werd die alweer geschrapt. Ja, Volvo die kwam ja, tot inkeer. Ze zeiden van, oké, er is geen vraag of amper vraag naar zo'n Volvo S90L Excellence. Weet je wat we doen? We leveren hem alleen nog op speciale bestelling. Voor de klanten die hem willen hebben, de bedrijven, de ondernemingen, de overheid die hem willen hebben, die kunnen specifiek bij de importeur bestellen. In plaats van dat hij vast op de prijslijst van de S90 stond. Ja, misschien raadt u het al. Er is echt niemand, maar ook helemaal niemand geweest die die auto vervolgens op speciale bestelling bestelde. De vraag naar deze auto was gewoon heel, heel, heel klein. Ja, erg klein. Maar hij is wel uniek in zijn segment. Juist doordat hij die verlengde uitvoering kan bieden, Volvo. Ja, als je kijkt naar dit segment een Audi A6, een Mercedes E-klasse, noem maar op. Al die types, allemaal gewoon in een korte uitvoering. Er bestaan geen verlengde versies van, althans in Europa. Wel in China. In China gaan ze als warme broodjes over de toonbank. Ja, daar willen ze alleen maar de verlengde uitvoering hebben. Maar in Europa, ja, daar is de markt niet naar. Dat is natuurlijk anders als je een segment hoger gaat, waar je bijvoorbeeld een BMW 7-serie hebt of een Audi A8 of een Mercedes S-klasse. Daar is juist het percentage met de verlengde wielbaas en de extra ruimte achterin is vele malen hoger, omdat dat chauffeur-driven cars zijn. Meer auto's die worden gekocht door CEO's van een bedrijf of juist door bedrijven voor de CEO's. En daar de CEO of de baas gewoon achterin kan werken.
Maar in dat segment waar Volvo met die S90 opereert, is het juist niet het geval. Ja, en wat maakt dan deze Volvo S90L Excellence zo uniek? Nou, ten eerste zijn prijskaartje. De auto stond alleen in de meest luxueuze versie stond hij op de prijslijst. En dat betekent een prijskaartje in Nederland 2018 van 106.000 euro. En daarmee was hij twee keer zo duur als het basismodel van die S90-familie. Betaalde hij dan die meerprijs alleen voor die 12 centimeters die hier in de deur zitten, die je daar in de bodemplaat terugvindt? Nee, wat ik al zei. Die uitrusting van deze auto, die is specifiek voor deze auto. En dan ga ik je al één ding verklappen. En dat is aan de achterzijde. Als je die bagageruimte open doet, dan zul je daar zien. Natuurlijk, elektrisch open. Je ziet daar die unit zitten, die ten koste gaat van het maximum laadvolume dat je hier in die bagageruimte hebt. En die unit maakt onderdeel uit van het unieke karakter van deze S90L Excellence. Als je bij het instappen alleen al kijkt naar de zijkant van de stoel, dan zul je daar zien dat je daar die knop hebt zitten in de vorm van, van de zetel. Elektrische verstelling van de stoel achterin, zowel links als rechts. Inclusief stoelmassage, inclusief stoelkoeling, inclusief stoelverwarming. En ik zei het al, stoel. Hij wordt gescheiden door die enorme middentunnel. Die enorme middentunnel. En dan komen we op die unit die ik net liet zien. Want die unit in de bagageruimte, ja, ze hadden de ruimte hier achterin al ze, ja, zeg maar, al helemaal volgebouwd, dat ze de bagageruimte in moesten gaan om juist dit te kunnen creëren. En je ziet hier een klein koelkastje. Er is op ons gerekend, zie ik. Hier staat een mooie fles champagne. Waarschijnlijk te wachten op de koper. Al moet ik zeggen, er heeft al gewoon iemand van genoten. Ik was het niet. Ik ben alcoholvrij, dus ik was het niet. En dat koelkastje, ja, een fles champagne erin of een fles wijn kan natuurlijk niet zonder glazen. En vandaar dat hier twee glazen staan van kristalglas. En wat dan grappig is, een mooi detail is, als je naar de versnellingsboogknop kijkt, dan zul je zien dat die ook van kristalglas is. Twee glazen achterin, passagier nummer 1, passagier nummer 2. De voorste passagier, die mag natuurlijk, ja, en niet bij dit feest betrokken worden blijkbaar, maar al helemaal niet de chauffeur. En als je dan kijkt naar hoe die verder is afgewerkt, met hier een bergvak voorzien van, ja, een diepe ruimte, een 230 volt stekker aansluiting, USB aansluiting, over USB aansluitingen geen gebrek. Want kijk eens hier in de zijkant van de hoofdsteun van de voorstoelen, dan zie je hier een aansluiting en ook aan die andere kant. En deze uitsparing is dan bedoeld waar je je tablet kan neerzetten, zodat je onderweg even naar de beurskoersen kan kijken, of gewoon een film kan kijken, of gewoon uiteraard kan werken. En als je dan wil werken, je hebt hier dat het scherm, waar laat je dan je toetsenbord? Uiteraard. Daarvoor heeft deze Volvo S90 natuurlijk een tafeltje waar je je toetsenbord op zet. En dan gewoon tijdens het rijden aan het werk bent, voor extra privacy, natuurlijk die zonneschermpjes hier voor de ramen. En wil je juist minder privacy en meer genieten van het weer buiten, panoramadak erin en dan bekleed het dakhemeltje met Alcantara. De stoelen zelf zijn bekleed met Nappa leder. En dat grote verschil aan aankleding, dat verklaart het prijskaartje waarom deze auto destijds nieuw 106.000 euro moest kosten. Vergeet u bijna dat je vanaf de achterbank heb je hier een display. En dan kun je met dit display kun je de voorste stoel kun je bedienen. Dus zit daar niemand voorin, dan kun je zeggen: ik heb nu extra beenruimte nodig. Ik doe de stoel
naar voren klappen. Zodat ik lekker achterin relaxed 's morgens eventueel met een muffin, met een glaasje jus d'orange, gekoeld in het koelkastje, met je been over elkaar de krant van Wakker Nederland kunt lezen. Airconditioning, 4 zones achterin te bedienen. Je eigen compartiment kun je zelf bedienen. En hier uiteraard nog een bekerhouder. Stel je voor dat de chauffeur even langs de Starbucks rijdt om daar een verse... Ja, ik ken al die producten van Starbucks, ik kom er zelf nooit. Maar is het een frappuccino of zo? Ik durf niet te zeggen. Die kun je dan hier inzetten. En het is niet een gewone bekerhouder. Nee, deze koelt dranken of die verwarmt dranken. Dus je bezoekje aan de Starbucks houdt je drankje ook warm. Natuurlijk, hè, die krant van Wakker Nederland, die kun je vervolgens hiervoor in die stoel, kun je die weer netjes opbergen, zodat het niet ligt te slingeren hier in dat interieur achterin. Ja, de Volvo S90L. Excellence. Klein detail. Volvo Car Company. Made in China. Maar ook verkocht in Europa. Zij het voor een hele korte periode. Slechts 1 jaar. Daardoor een exclusieve verschijning. Ik zei al, er zijn er slechts 6 in Nederland geleverd. En wat dan grappig is, er zijn 4 blauwe. Dit is 1 van de blauwe. Je hebt 1 zwarte en 1 grijze. En 3 daarvan, 3 van die S90L Excellence versies, hebben zelfs een opeenvolgend kenteken. Dat is dan een grappig, ja, weetje. Dat die auto's in 1 keer naar Nederland zijn gekomen en 1 keer op kenteken zijn gegaan. Ja, en dat bleef dan vervolgens bij je.